Wat we organiseren als Deltalinks in deze coronatijden gebleken is dat die webinars behoorlijk aantrekkelijk zijn. En we zijn ontzettend blij dat we vandaag samen met ons buitengewoon lid KPMG een webinar kunnen organiseren van een uur, dus tot 3 uur, over weerbare bedrijven in de Rotterdamse haven. Gerelateerd aan de actualiteit, de coronacrisis, maar tegelijkertijd ook kijkend vooruit naar wat gaat ons die periode daarna bieden. Nou, kijkend naar een aantal risico's gericht op weerbaarheid, zoals cyberrisico's, frauderisico's, maar ook hoe kun je je organisatie aanpassen. En zo direct zullen we als eerste starten met te spreken over weerbaarheid, het verhogen van die weerbaarheid. Ons webinar vandaag gaat hopelijk heel wat informatie opleveren, want dat is het doel, om met elkaar informatie, praktische tips en dat soort zaken te delen. Als u mee bekend bent, op MS Teams zit ook een chatfunctie. Dus als u vragen heeft, schroom niet die te stellen via de chatfunctie. Wat ik zo ga doen, is even heel kort het panel van KPMG voorstellen. En daarna ga ik snel het woord geven aan de eerste spreker. Na afloop kunt u de presentatie van die we laten zien, kunt u inzien. We zorgen dat die beschikbaar wordt gesteld via ook de pagina op onze website van de buitengewone leden. En daar is ook ruimte voor KPMG, waarin ze zich presenteren en waar dus ook deze presentatie komt te staan. We zullen u daar uitgebreid over informeren nog. En we hopen er met z'n allen een nuttige webinar van een uur van te maken. De sprekers vandaag. Als eerste spreekt Marnix Boersma. Die is helemaal gespecialiseerd in alles wat met olie en gas te maken heeft. En die gaat spreken over meer weerstand, meer inspanning. Ik zal hem zo direct nog iets uitgebreider voorstellen. Vervolgens Pieter de Meijer over de cybersecurity vraagstukken. Hartstikke relevant. Daarna komt Helene Hoijn van Papendrecht, die over frauderisico's u zal informeren. En afsluitend Lars Koetsnak. En die kijkt vooruit en met name over hoe organisaties aan te passen zijn aan de nieuwe realiteit. Daarna zal ik afsluiten. En nogmaals, als u vragen heeft, schroom niet deze te stellen. Wij zullen natuurlijk ook met wat vragen de sprekers aan de tand voelen. Maar laten we snel van start gaan om de eerste spreker het woord te geven. Dat is zoals gezegd Marnix Boersma. En Marnix is echt een specialist op het gebied van olie en gas. Langjarige buitenlandse ervaring bij een hele grote Nederlandse oliemaatschappij, maar inmiddels alweer eventjes aan boord bij KPMG. Ik zou aan Marnix willen vragen. Marnix, neem het woord. Welke lessen kunnen wij leren vanuit deze sector, vanuit het internationale KPMG-netwerk, om weerbaarheid te verhogen? Marnix, aan jou het woord. Dankjewel, Bas. Dat zijn heel vleiende woorden. En daarmee creëer je grote schoenen om in te stappen. Gelukkig heb ik maat 46 en dat helpt soms. Inderdaad, mijn naam is Marnix Boersma. Ik heb ooit mijn entree in de olie- en gasindustrie was gek genoeg via McKinsey. Later lang bij Shell gewerkt. Ook CEO geweest bij Airborne Oil & Gas. En zijinstromer bij KPMG. Wat mij in de maatschap een beetje vreemde eend in de bijt maakt. Maar het helpt enorm om advies te kunnen geven. En zelf ook met de voeten in de modder te hebben gestaan. En inderdaad leg ik me als Rotterdammer toe op het adviseren van bedrijven in het bredere Rotterdamse. 3 maanden geleden zou dit een heel andere sessie zijn geweest. Wat ik me toen herinnerde waren dat de economische vooruitzichten gewoon gunstig waren. Geen coronawolken aan de lucht, maar dat is nu anders. Dus boel verandert. Een hoop spraken over een vaccin. Ik hoop dat het er zal zijn en komen. En een herstel helemaal. Maar ondertussen lees je toch ook wel tamelijk verontrustende krantenkoppen. Vorige week schreef de Financial Times over de ergste recessie in 300 jaar. Ik weet niet precies hoe ze aan die cijfers komen, maar het is in ieder geval lang, lang geleden. En ik denk dat deze hele periode nu al, en zoals het ook zich gaat ontwikkelen, nog wat gaat vragen van onszelf. Dus ik wil een paar gedachten delen, handreikingen doen over weerstand bouwen in organisaties en teams in het algemeen. En dat draait eigenlijk allemaal om communicatie. Ik vind zelf altijd het begrip een tamelijke dooddoener. Maar aan het eind van de dag is dat wel de enige manier hoe je met mensen om kunt gaan en interacteren. Dus een paar concrete suggesties. Ik wil, 1 ding is
wat ik een hoop zie is toch enige huiver in het stellen van extreem heldere doelen en het maken van keuzes. En in een normale situatie is het vermoedelijk oké om wat onspecifiek te zijn, maar in een crisis werkt dat gewoon minder goed. En als je kijkt naar een aantal succesvolle voorbeelden, dan zie je hele duidelijke keuzes ook hard terugkomen. Zoals Apple, dat was bijna failliet toen Jobs er in 1997 terugkwam. En die heeft toen eigenlijk gewoon alle producten eruit gegooid, heeft een Mac neergezet en van daarna de iPad, de iPod, de iPhone. En de rest is verhaal. Jobs was overigens niet een hele makkelijke baas en die trok mensen heel erg op die ene lijn. En dat doel was gewoon uiteindelijk heel simpel, in een aantal woorden, een absoluut superieure user interface qua software en hardware. En de rest was dienend daaraan. Meer en dichter bij huis, Herema bijvoorbeeld, is in 2018 gestopt met Pipelay. Ik weet uit persoonlijke hand dat dat een moeilijke keuze was. Het bedrijf heeft er heel veel aan gedaan en meegedaan. Een absolute breuk met waar ze vandaan kwamen. Maar ze hebben daar ook heel hard gekeken hoe ze voorwaarts gaan, wel voorwaarts gaan in het nieuwe decennium. En doelen die kunnen inspireren en motiveren. En keuzes vragen, maken vraagt moed. En vooral doorzettingsvermogen. Maar vaak is het aantal werkelijke keuzes beperkt. En ik denk zelf dat strategie vooral sneuvelt in uitvoering. V&D was geen Bijenkorf, het was geen HEMA en het is er niet meer vandaag. En de nood voor executie is een mooie brug naar mijn tweede punt. Het neerzetten van een roadmap. Nou, een roadmap, wat is een roadmap? Dat is gewoon een heel duidelijk plan van wat gaan we deze week doen of de komende 2 weken. Gebaseerd op waar je nu staat. Een bedrijf dat heel erg goed gedaan heeft was Lego, dat ook in 2004 bijna failliet was. En een heel duidelijk doel heeft neergezet. Maar dat was een lange weg. Van afscheid nemen van Legoland. Het consolideren van productielocaties. Productie weer in huis brengen. En nog 18 à 20 programmatische stappen. Die ze gewoon heel gedisciplineerd hebben uitgevoerd. SBM heeft zware periodes gekend. En besloten van nou, we moeten gewoon een hele scherpe en goede kapitalisatie hebben. En zijn tegenwoordig gewoon echt picky in de orders die ze wel en niet nemen. En dat vergt een waanzinnige discipline van dag tot dag. Want in zekere zin is het makkelijker om ja te zeggen meer tegen meer omzet. En de noodzaak van strak organiseren van dag tot dag, die discipline aan de dag leggen, dat is, ik weet niet wie van ons misschien wel eens een marathon heeft gelopen of daarvoor heeft getraind. Dan komen we er vrij snel achter. Maar Dat vergt gewoon heel simpel, net als bij een marathon voorbereiden. Wat doe je wanneer en hoe? En dat betekent ook nee zeggen tegen allerlei andere dingen. En dat is niet zo heel erg gemakkelijk, want dan zeg je tegen je vrouw of tegen je man van nee, ik ben zondagochtend die 30 kilometer aan het lopen, dus dan ben ik 3 uur van huis. En daar komen emoties bij kijken. En dat is iets anders wat je op dit moment toch heel sterk ziet. De media staan er helemaal bol van. Van uiteindelijk toch de vrees om wat corona kan doen. Maar zodra er keuzes gemaakt worden en dingen worden anders, dan zie je mensen altijd het spannend vinden. En ja, daar moet je ruimte voor bieden. Niemand houdt er echt van als dingen anders moeten. Maar mensen kunnen zich uitstekend aanpassen. Vooral als ze weten waar ze aan toe zijn. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat als mensen een been verliezen, dat ze na circa 2 jaar weer op het vertrouwde geluksgevoel zijn beland. Maar andersom ook. Dus als je de hoofdprijs in de loterij wint, is het 2 jaar fiesta. En na 1 jaar of 2 denk je van oké, die Maserati, ik ken hem wel. Dus mensen gaan door zo'n curve heen die hier op het scherm staat. Van via shock, via ontkenning, woede, depressie enzovoorts weer naar boven. En daar moet je dus ruimte aan bieden en een gehoor aan bieden bij mensen. Juist op het moment dat je daar zelf eigenlijk geen energie voor hebt of tijd. Maar doe je dat niet, dan krijg je andere problemen. En dat zie je heel vaak minder goed gaan in de praktijk. Nou, het zijn 3 handreikingen. En ik let op de tijd en ik kom snel naar een stop. Maar laatste punt, misschien nog belangrijker dan die 3 dingen, is gewoon het consistent zijn en gedisciplineerd uitvoeren. Net zoals wanneer je misschien een muziekinstrument wilt leren spelen, of als je een hond wilt opvoeden of je autorijgedrag in het verkeer, consistent zijn. Doe je dat niet, dan ga je dat pianoconcert van Beethoven gewoon niet spelen.
Dus niet, laten we zeggen, goed beginnen de eerste 2 maanden en dan verslappen. Maar blijven doorgaan. En dat blijven doorgaan, dat is een van de moeilijkste dingen voor iedereen die er is. Dus daarom wil ik mijn korte verhaal even afsluiten met een weddenschap en een uitnodiging. En deze is als volgt, heel simpel. Morgenochtend, na het aanloggen, stuurt u mij een e-mail. Mijn adres staat hieronder in het scherm. En daar hoeft alleen maar een onderwerpje in te staan. Voor mijn part staat er goedemorgen of geen goedemorgen, wat u wilt. Dat is niet veel. Maar de kunst is, vervolgens doet u dat 7 werkdagen achtereenvolgens. Lukt dat, dan krijgt u van mij een sixpack, zeg Heineken 0,0 of Wiekse Witte. Al gelang naar de voorkeur. Ik zou bijna zeggen coronabier, maar dat is niet van een Nederlandse fabrikant. En ik kies liever iets van eigen bodem. Dat is niet xenofobisch, dat is gewoon trots. Maar 1 e-mail per dag, een kleine e-mail, iedere dag een week lang, is verrassend genoeg een hele prestatie. Nou, met die woorden wil ik afsluiten en graag het woord geven aan de volgende spreker. Ik zit alleen even te kijken, maar ik zijn er vragen, heb ik niet gezien, maar anders heb ik wel een vraag aan jou. Ja. Kan je een voorbeeld geven van tenminste nog wat duiden, dat ruimte voor het individu en zijn en haar emoties. Hè? Je had het net over die marathon, die ruimte geven. Maar ik ben daar gewoon heel erg in geïnteresseerd van, wat zou er nou in deze tijd, even gerelateerd aan deze coronatijd, wat zou nou de luisteraars gewoon praktisch van jou daarvan kunnen leren? Bijvoorbeeld, een voorbeeld wat bijvoorbeeld gewoon bij ons vorige week speelt. Dit is een collega bij ons op kantoor en heel erg goed in wat hij doet. Dat is een hij. Die heeft de afgelopen jaren dat trucje gedaan. Maar nu in corona zie je dat de horde om je werk te doen en klanten te overtuigen anders is. En even het woord terugbrengen tot verkopen en vooral het winnen van de concurrentie speelt hier, is iets waar deze persoon wat minder talent heeft dan een andere collega. Dus daarbinnen dan de shift maken van oké, luister, jij gaat meer naar de uitvoer en die ander gaat meer in de aanvoer, zullen we maar zeggen. Dat is best een discussie. Nou, dat kun je zeggen van luister, dat moet gewoon gebeuren. Maar het is gewoon belangrijk om daar tijd voor te geven. Dus iemand vraagt zich af van oké, wat gebeurt er dan na corona? Ja, daar moet gewoon tijd voor gemaakt worden. En tegelijkertijd is het, gaat het werk gewoon door, is het hartstikke druk. Ik durf te zeggen dat er minder uren in een dag zijn, want iedereen heeft alleen maar slots van een half uur, omdat alles met telecons gaat en zo, werkend van huis. Dus wil je die discussie op dit moment voeren? Ja, graag, maar hoe kun je die voeren? Lastiger, ook virtueel. Dus dat is bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld. Nou, dat soort dingen krijg je zodra je dingen anders gaat doen. Mensen krijgen andere rollen, andere verwachtingen. Vragen ze af, oké, wat is er na? En dat creëert een hoop onrust. Maar adresseer je dat niet, ja, gaat performance onderuit. En dan krijg je niet het eindproduct en het eindresultaat dat je wilt. Helpt dat een beetje, Bas? Ja, absoluut, dank. Ja, nee, dat is voor mij wel, maar ik heb ondertussen zelf nog geen chatvragen gezien. Dus zoals je aankondigt, denk ik dat het goed is dat we overstappen naar Pieter. En Pieter de Meijer gaat ons iets vertellen over cybercriminaliteit. En zeker in de tijd, zoals wij nou allemaal nu doen, dat we via een scherm kijken naar dit webinar, maar ook via schermen vergaderen, heb ik het idee dat we ook alweer kwetsbaar zijn geworden. Dus Pieter, aan jou het woord. En ik ben heel erg benieuwd naar of we nou extra kwetsbaar zijn. Wat zouden we moeten doen? Want cyber is iets wat ook na de coronacrisis absoluut nog steeds vol op het netvlies zal blijven. Pieter. Ja, Bas, dankjewel. Nou, dat klopt zeker. Ja, ook op het gebied van cyber zijn het interessante tijden. Wellicht heeft u daar inmiddels ook een en ander over meegekregen of zelfs meegemaakt in uw eigen organisatie. Het is natuurlijk te bizar voor woorden om te zeggen dat er mensen zijn die deze crisis aangrijpen voor persoonlijk gewin. Maar toch is het goed om u op een aantal risico's te wijzen. Ik wil in deze 10 minuten met u door een aantal zaken lopen met als doel om u verder bewust te maken van de risico's en daardoor weerbaarder te kunnen worden. Als startpunt kijk ik kort met u naar 5 ontwikkelingen die corona heeft gebracht. Wellicht bekend, maar al deze zaken dragen bij aan een hoger risicoprofiel. Allereerst zijn we met z'n allen ontzettend veel thuis aan het werken op de IT-systemen van het bedrijf, maar ook soms op eigen privéapparaten. Om met elkaar in contact te blijven en samen te werken zijn we massaal aan het skypen, teamen, zoomen en wat nog meer. Ten tweede,
Corona heeft ook zijn weerslag op de mens. Marnix noemde het net al. Door zorgen om gezondheid of het combineren van werk en zorg voor de kinderen, maar ook de financiële gezondheid en het voortbestaan van organisaties is in het geding. Dit alles werkt drukverhogend op uw mensen. Ten derde heeft de pandemie ook flinke gevolgen voor logistieke ketens, door verschuiving in vraag en aanbod. Denk maar aan de dobberende olietankers, die liggen te wachten op het lossen in de haven. Maar ook aan plotselinge tekorten aan producten waar we nooit bij stil hebben gestaan en die in normale omstandigheden een lage waarde hebben. Bijvoorbeeld toiletpapier, handgel en mondkapjes. Punt 4. We zijn weer bezig met herstel, gelukkig maar. Ondernemingen starten weer op en activiteiten worden opgeschaald. Uiteraard heeft de Rotterdamse haven voor een groot deel gewoon doorgedraaid. Maar dat geldt niet voor alle schakels in de keten of in het achterland. En tot slot legt de crisis een druk op budgetten en cashposities. Buffers worden aangesproken en keuzes heroverwogen. Ook kunnen zich opeens meer ongebruikelijke transacties voordoen door verschuivingen van financieringen. Maar goed, hoe leiden nou deze ontwikkelingen tot meer cyberrisico's? Nou, op de volgende slide loop ik graag 6 risico's met u door. Allereerst zien we en horen we ook van onze klanten dat er meer activiteit is op het gebied van CEO-fraude. In cybersecurity termen noemen we dat ook wel whaling. Het is eigenlijk een variant van phishing waarbij de vangst wat groter is met de CEO als grote vis. Het feit dat mensen op afstand werken betekent dat betrokkenen minder makkelijk even langslopen bij de CEO of CFO. Ook de toename van bijzondere transacties en toegenomen stress bij medewerkers dragen bij aan het kwetsbaarder zijn voor dit soort aanvallen. Hackers weten dit en maken daar ook dankbaar gebruik van. Het lijkt misschien inmiddels wel gesneden koek, maar toch blijven we hiervoor waarschuwen. Het voorpagina stuk in het FD van vorige week onderstreept dit ook nog weer eens. Het is dus goed om binnen uw organisatie er kritisch naar te kijken en te bepalen waar u kwetsbaar zou kunnen zijn voor dit risico. Het risico van phishing, waarbij uw medewerkers verleid worden om gegevens af te staan, is in deze context ook groter geworden. In een normale kantooromgeving gaat een actieve phishing aanval al snel de ronde en waarschuwt men elkaar. Die sociale controle is nu een stuk minder. Daarnaast is het een ongewone tijd met ongewone communicatie. Het is dan niet zo vreemd wanneer uw bank opeens een antibacteriële betaalpas aanbiedt waarvoor u alleen maar hoeft in te loggen. Als tweede risico noem ik storage spoofing. Fraude met niet bestaande opslagcapaciteit. Iets wat hardnekkig de afgelopen jaren de kop blijft opsteken in Rotterdam en omstreken. Wanneer u terugdenkt aan een van de ontwikkelingen die ik zojuist noemde, namelijk de verstoorde logistieke ketens, dan is het duidelijk dat ook in dit scenario aanvallers proberen toe te slaan. Normale goederen, zoals mondkapjes, zijn opeens schaars. Andere goederen, waaronder olie en gerelateerde producten, zijn in overvloed aanwezig en opslagcapaciteit wordt verkocht die nooit kan worden gebruikt. Let dus goed op met onverwachte aanbiedingen. Risico 3. Het thuisgebruik van IT. Bas noemde het net al. De meeste mensen werken op dit moment vanuit huis. Maar hoe veilig is dat? Weet u bijvoorbeeld wat voor verbindingen worden gebruikt naar e-mail of fileservers in uw datacenter? En wat staat uw organisatie wel en niet toe? Medewerkers lopen aan tegen de grenzen van thuiswerken. Bijvoorbeeld langzame verbindingen of beperking om virtueel samen te werken. En men gaat dan creatieve oplossingen bedenken, waardoor vertrouwelijke informatie toegankelijk wordt. Leveranciers van virtueel werken bieden deze diensten veelal gratis aan in deze tijd. Maar het is belangrijk dat gegevens van uw organisatie en ook van uw klanten en medewerkers op de juiste manier zijn beveiligd en op die manier worden beschermd. Daarom is het belangrijk te zorgen dat uw medewerkers niet thuis gaan hobbyen om hun werk eenvoudiger te maken. Zonder dat dit met de IT-afdeling wordt overlegd. Als vierde risico noem ik het afgenomen support vanuit de IT-afdeling en daarbij ook cyber. We zien bij veel van onze klanten dat de afgelopen tijd de IT- en cyberondersteuning is overgeschakeld naar verlaagde dijkbewaking. Dat heeft gevolgen voor de detectie- en responscapaciteit. Ofwel, cyberaanvallen worden minder snel onderschept. Medewerkers van een security operating center bijvoorbeeld werken opeens vanuit huis met één enkel scherm waar ze gewend zijn om een hele muren van schermen te gebruiken. Maar ook de leveranciers van OT-systemen, de operationele technologie. We zien dat bijvoorbeeld op terminals of andere locaties die leveranciers minder werk verrichten omdat ze simpelweg niet on-site kunnen of mogen zijn. Zeker in het OT-domein is een lagere prioriteit op cyber echt een zorg, omdat dit in de haven in Rotterdam gewoon nog niet goed is geregeld. Wees je dus bewust van achterstallig onderhoud, waardoor hackers de kans hebben gegrepen om een voet tussen de digitale deur te krijgen. De financiële impact, risico 5. Budgetten worden herzien, met gevolgen voor geplande cybersecurity trajecten.
Dit analoge virus toont wel aan hoe belangrijk een weerbare organisatie is voor de bedrijfscontinuïteit. De Rotterdamse haven loopt niet voorop in de volwassenheid op cyber. Wanneer organisaties nu bezig zijn financieel te overleven, is dat begrijpelijk. Maar wees je bewust van het belang van een goede cyberhygiëne nu en in de toekomst. Misschien juist nu een kans om te bouwen aan uw cyberorganisatie. En dan tot slot, risico 6, privacy. Hoewel de landelijke corona-app er voorlopig nog niet is, speelt privacy ook bij veel organisaties intern. U bent aan het opstarten of aan het opschalen. En hoe moet u nu omgaan met privacy in bijvoorbeeld het meten van de temperatuur van medewerkers? En wat betekent het als de autoriteit persoonsgegevens aangeeft coulant te zullen zijn? Ik noem een aantal punten. Allereerst, wees terughoudend in de registratie en verwerking van medische gegevens. Het is niet toegestaan om vast te leggen wie corona heeft of heeft gehad, hoe graag u dat ook zou willen. En temperaturen. Eind april was dit van de AP, de autoriteit persoonsgegevens, nog verboden. Maar het uitgangspunt nu is dat het meten van de temperatuur wel is toegestaan. Echter, het vastleggen in een systeem mag niet. Ook het acteren op de uitkomst van de meting mag niet. Dat wordt gezien als verwerken. Bijvoorbeeld om iemand de toegang tot de terminal te weigeren. En dit mag ook niet als een medewerker toestemming heeft gegeven. De machtsverhouding is namelijk niet in balans tussen werkgever en werknemer. Nou, u zult afvragen, wat mag dan wel? Nou, bijvoorbeeld de bedrijfsarts is wel bevoegd om te meten. Ook medewerkers kunnen zelf met de nodige instructie meten en de keuze maken om zich ziek te melden. En natuurlijk duidelijke richtlijnen geven voor wanneer men zich vanuit huis ziek moet melden mag natuurlijk altijd. Hoe dan ook, voordat u aan de slag gaat met iets dat ligt op het terrein van dataprivacy, dan is het goed om de ontwikkelingen van de AP te volgen. Dan wel dat uw privacy officer contact opneemt met de AP via het speciale FG e-mailadres. Daar is het voor. Samenvattend heb ik u in korte tijd een zestal toegenomen risico's willen meegeven. Absoluut niet bedoeld om u bang te maken, maar wel om een bewustwording te vergroten. Daarmee kunt u nog eens de juiste vragen stellen en analyses uitvoeren. En dan kunt u uiteraard ook de juiste maatregelen nemen. Weerbaarheid begint wat mij betreft bij bewustzijn, het vergroten van die bewustwording. En in deze tijd is dat alleen nog relevanter. Pas terug naar jou. Dankjewel Pieter en helder dat je eigenlijk op 6, maar als ik er zo naar kijk, eigenlijk hè, dat whaling, phishing, storage spoofing vind ik wel een beetje bij elkaar, hè, de aanvallen van buiten. Ja. Als je kijkt naar die derde en vierde, dan heb je het echt over het thuis IT-gebruik en de beperkte support, is hoe wij nu werken. Ja. En ik denk dat dat best een zorg is, hè, want word je niet kwetsbaar daardoor. Velen van ons riepen Zoom is heel kwetsbaar en MS Teams minder. Nou, ik ga daarvan uit. Als je met de overheid contact hebt, heb je weer WebEx. Hoe denk jij, hè, en dan zie je bij de laatste kant is meer de focus op verbetering en echt die coronacrisis, wat er nu met privacy speelt. Ik zie dat daar het denken ook wel aan het veranderen is. Maar met name bij dat thuiswerken, hoe denk jij dat, moeten we verlaagde dijkbewaking, hoe kunnen we dat weer wat hoger krijgen? Wat zou jij nou adviseren aan een aantal managers die nu luisteren? Moeten ze meer aandacht aan hun IT-afdeling? Moeten we met wachtwoorden wisselen? Ik ben helemaal geen expert, maar wat zou jouw advies nou in deze zijn? Ja, nou, dat is een heel breed onderwerp. Hè. Ik heb 6 risico's kort toegelicht. Ik denk dat ik een uur zou kunnen praten over risico 3, het thuisgebruik van IT-middelen. En wat we gewoon zien is dat ook voor de coronatijd de toename van internetdiensten, SaaS-oplossingen, samenwerkingsmethoden en middelen, neemt rap toe en niet altijd veilig. Medewerkers klikken soms op een tool online en voor het weet hebben ze voorwaarden geaccepteerd waar je als organisatie absoluut niet mee door één deur zou kunnen. Vertrouwelijke informatie, je bent bezig met een inkoopbeleid of prijzen, verkoopprijzen. Voor het weet staan die ook in zo'n dienst. En als je die allereerst niet goed in beeld hebt en ten tweede niet goed beoordeeld hebt en beschermd hebt, loop je zomaar het risico dat die informatie zelfs buiten de organisatie komt te staan, ook qua eigenaarschap. Dat gebeurt ook. Ik denk dat in dit geval, ook in deze situatie, het is nu een tijdelijke situatie, maar het is absoluut de verwachting dat thuiswerken een grotere vlucht gaat nemen. Dat ook hier weer bewustwording bij mensen thuis, bij medewerkers, wat mag wel, wat mag niet. Gebruik alleen middelen die zijn toegestaan vanuit het bedrijf. Er zijn ook zat technische oplossingen om te voorkomen dat mensen dingen aanschaffen of doen die ze niet zouden mogen doen. Maar goed, dat gaat wellicht wat ver voor nu.
Maar begin bij bewustwording vanuit de interne organisatie. Wat vinden we wel en wat vinden we niet goed? En waarom vinden we dat wel en waarom vinden we dat niet goed? En communiceer dat naar de mensen. Dank je, helder. Bewustzijn, dat is echt wel een crux. Hè? Dat je echt bewust bent van wat de risico's. En dat is denk ik een kwestie van frappe toujours. Hè? Blijf, de kracht van de reclame is de herhaling van de boodschap. Dus blijf het zeggen. Ik denk dat dat wel een heel helder beeld geeft. Ook voor ondernemers bij ons in de haven. Hè? Het is het blijven hameren op bewustzijn. En maatregelen inderdaad nemen, want dat leidt tot die weerbaarheid. Dankjewel, Pieter. En ik ga heel graag over naar Helene Hoijn van Papendrecht, die iets aan ons gaat vertellen over fraude, fraude-risico's. En waar ik erg benieuwd naar ben, is dat nou anders nu wij in deze coronacrisis zitten? Maar ik vind het ook wel heel interessant om die blik vooruit van, want we komen hier vast en zeker uit. En helaas zal fraude en alles wat daarmee te maken heeft nog vol op onze agenda staan. Ja, dankjewel Bas. Om je te kunnen toelichten wat er nu anders is tijdens corona dan daarvoor. Bijvoorbeeld geef ik graag eerst een stukje toelichting aan de hand van een stukje theorie achter fraude. Want als je kijkt naar hoe fraude incidenten zich kenmerken, is dat op drie componenten. Gelegenheid, druk en rationalisatie. We noemen dat ook wel de fraudedriehoek. Bovenin de driehoek staat gelegenheid. En bij gelegenheid moet u denken aan processen waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is dat een inkooporde wordt goedgekeurd door degene, dezelfde persoon als degene die de betalingen goedkeurt. Dan volgt druk. Druk kan worden ervaren door een organisatie om de balans er beter uit te laten zien dan dat die is. Bijvoorbeeld vlak voor een aandeelhoudersvergadering. En als laatste in de driehoek staat rationalisatie. En rationalisatie is ook heel belangrijk om te noemen, want dat is de manier waarop deze acties worden goed gepraat. Want dat is goed om je te realiseren. Iemand die fraudeert vindt zelden dat hij echt opzettelijk iets kwaadaardigs heeft gedaan. Een voorbeeld van rationalisatie is dat men denkt, we plussen nu alvast een beetje op in de cijfers, want we weten dat we die toch wel gaan halen in het volgende kwartaal. Dus deze drie elementen tezamen verhogen het risico op fraude binnen een organisatie. En als je dan nu kijkt naar de frauderisico's als gevolg van de getroffen maatregelen eigenlijk rondom corona, dan zien we wel weer dat diezelfde drie elementen van die fraudedriehoek ook worden geraakt. Weer boven in de driehoek beginnend zien we dat ten aanzien van gelegenheid dat fraudepogingen veel worden gericht op de middelen die nu ook worden gebruikt. Dus via e-mail en telefoon. Dus waar Pieter net ook een aantal voorbeelden van noemde. Maar denkt dan ook bij gelegenheid aan het minder fysiek kunnen controleren van de magazijnvoorraad bij veel bedrijven. Waardoor het dus het ontbreken van goederen ook minder snel wordt opgemerkt. Dan weer ten aanzien van het element druk in het driehoek. Dan zien we dat bij veel bedrijven nu de druk om de omzet te behalen exponentieel toeneemt. We zien dat wereldwijd 40% van de havens te maken heeft met 5% tot in sommige gevallen meer dan 25% afname in vraag naar containerverschepingen. En dan de druk om voldoende omzet te blijven halen, die kan er echt toe leiden dat bedrijven sneller in zee gaan, ook met nieuwe partners, zonder dan behoorlijk due diligence onderzoek te verrichten naar deze nieuwe derde partijen. Het risico om dan betrokken te worden bij of zelf de dupe te worden van oplichting wordt daarmee wel echt een stuk groter. Aan de andere kant van de druk zien we ook nu bij banken dat zij meer mensen inzetten op hun afdeling bijzonder beheer. Dat is de afdeling die zich bezighoudt met de controle op de naleving van bankconvenanten bij verschillende ondernemingen waar dan krediet aan is verleend. En de druk bij deze onderneming loopt dus ook aan die kant op om de omzet positiever weer te geven dan hij mogelijk is.
om zo te blijven doen, te voldoen aan die convenant. Dan weer als laatste element in het driehoek, rationalisatie. Vanuit bedrijf zien we de rationalisatie om die werkelijke omzet onjuist weer te geven. Die zien we nu ook tweeledig. Enerzijds door deze op te hogen, zodat personeel kan aanblijven of de aandeelhouders niet te ongerust worden. Het risico bestaat dan dat dit niet meer wordt ingelopen en het gat alleen maar groter wordt. Op deze manier hebben wij zelf ook in onze praktijk regelmatig al gezien dat bedrijven in plaats van even stap op de plaats te maken en te moeten reorganiseren, hoe moeilijk en pijnlijk dat uiteraard ook is, dan uiteindelijk een veel groter verlies moeten pakken of zelfs failliet gaan. Maar we zien ook aan de andere kant, wat ik zei, tweeledig, rationalisatie. We zien dus ook de andere kant op gebeuren, dat de werkelijke omzet juist slechter wordt voorgespiegeld. Omdat de overheid nu aanbiedt organisaties te ondersteunen door wanneer ze aan bepaalde criteria voldoen. En dan dus in aanmerking komen voor opgerichte noodloketten of uitstel van belastingbetaling. En wat je ook zei, even vooruitkijkend, ben je dus ook echt bewust dat de overheid momenteel al bezig is met de plannen over hoe onderbouwing voor dergelijke aanvragen dan straks kan worden onderzocht. Maar ja, hoe kunt u uw eigen organisatie dan beschermen tegen deze frauderisico's? Hoe maakt u uw organisatie dus weerbaarder? Ook dit delen we dan in naar drie elementen aan de rechterkant te zien van de slide. Preventie, detectie en respons. Bij preventie zeggen wij altijd voorkomen is beter dan genezen. Dus bewustwording creëren bij medewerkers heeft hierbij een belangrijke rol. Laat medewerkers nadenken over welke risico's zij kunnen bedenken voor de organisatie vanuit hun eigen rol. En daarnaast kun je ook, en dat is echt een beetje de zachte kant, daarnaast aan de harde kant kun je ook denken aan geautomatiseerde controle technische functiescheiding. Die wordt afgedwongen binnen applicaties. Dus, het vier ogen principe. Meer bekend misschien in de volksmond. Dan detectie. Creëer een open cultuur, zeggen wij ook weer, aan de zachte kant. Want in die open cultuur, dat mensen elkaar aanspreken en vermoedens van fraude of andere onregelmatigheden ook echt bespreekbaar zijn. En daarnaast weer aan de harde kant, kunnen dus die geïdentificeerde frauderisico's, die ik net noemde bij preventie, misschien worden omgezet naar op fraudegerichte echt data-analyse. Bijvoorbeeld een analyse op tijdelijk aangepaste bankrekeningnummers van leveranciers. Dat is natuurlijk ook een rode vlag, zoals we dat noemen. Dan als laatste de responskant. De neiging van organisaties in tijden van crisis is toch om vooral te focussen op de crisismaatregelen en minder aandacht te besteden aan signalen van misstanden. En dat juist eigenlijk wanneer zo'n crisis soms eerder tot fraudesignalen kan leiden. Bijvoorbeeld omdat door de crisis kosten veel scherper tegen het licht worden gehouden en je daardoor eerder op onjuistheden kunt stuiten. Het bekendste voorbeeld is Bernie Madoff's Ponzi-fraude, die door de recessie in 2008 aan het licht kwam. Dat was een investeringsfonds door hem zelf opgezet. En naar verluid is via dat investeringsfonds door Madoff voor 65 miljard dollar aan fraude gepleegd. Dat heeft hij zijn klanten voor 65 miljard dollar opgelicht. Om goed op incidenten te kunnen reageren, adviseren wij dus ook echt om zelf een responsplan op te stellen, waarin de rollen en verantwoordelijkheden in geval van een incident zijn opgenomen. Zodat je niet dan er pas over na hoeft te denken, maar dat dat van tevoren dus al is afgestemd met elkaar. En daarnaast is het gewoon echt wel van belang om gedegen onderzoek te verrichten. Want zoals al eerder gezegd, de techniek biedt criminelen echt uitgebreide mogelijkheden tot het plegen van fraude, ook op afstand helaas. Maar gelukkig kan een onderzoek ook goed op afstand worden uitgevoerd, omdat belangrijke data zoals e-mails en financiële onderbouwing op afstand kan worden veiliggesteld.
en de data-analyse hierop op afstand kan plaatsvinden. En ook weer vanuit zo'n onderzoek, ja, dan leer je gewoon allemaal nieuwe dingen die je ook weer in je andere processen en procedures kunt verwerken. Ja, kortom, goed blijven opletten dus. Want de crisis leidt niet alleen tot nieuwe gelegenheden voor fraude, maar bestaande fraudes komen dus ook soms eerder aan het licht. Een bekende uitspraak van Warren Buffet is: You only find out who's swimming naked when the tides go out. Neem die ter harte. Dankjewel. En dat was inderdaad een mooie quote. Ik zal erover nadenken. maar nee, nou, misschien wel vraag van mij, want dat ook gerelateerd aan de vorige spreker. Bewustwording. Hè? Ook dat je organisatie het ziet en dat ze bewust met dit soort vraagstukken omgaan. Dat lijkt mij ook zo belangrijk. Zijn jullie daarmee bezig? Proberen jullie daar ook op te adviseren? En hoe zou je je organisatie nou, als dat zo is, wat bewuster kunnen maken met betrekking tot oude risico's? Ja, goede vraag, Bas. We zien wel echt dat organisaties daar zelf nu ook mee aan de slag gaan. Hè. Dus wij noemen dat je fraude-risico-management. Dus ja, dat zit aan de preventieve kant eigenlijk, dat je dat inricht. En dat organisaties dat nu veel meer tegen het licht aan het houden zijn. Omdat de omstandigheden ook gewoon anders zijn. Dus wat ik uitlegde, de druk is anders, maar ook de manier van werken is anders. En zijn dan de processen en controls die je had ingebouwd voor de crisis, zijn die dan nog steeds afdoende? Of houden die er alleen maar rekening mee dat je binnen een bepaalde omgeving werkt? Een bepaalde tooling hebt die eigenlijk alleen maar op locatie te gebruiken is. Heb je er rekening mee gehouden hoe het is als dat allemaal vanaf afstand moet worden gedaan? En ook de manier waarop mensen nu in contact zijn met de organisatie is heel anders. Je vraagt even aan de collega naast je van, oh, hoe zit het ook alweer? Of is dit nou een vreemde vraag of kan ik hier gewoon antwoord op geven? Die stel je wat minder snel nu, omdat je dan wel echt even moet bellen of via Teams even contact op moet nemen. Dus ik vind het wel belangrijk om hier te benadrukken dat je misschien zelf ook echt als management of vanuit de top van een organisatie veel duidelijker behoefte moet tegemoetkomen. Dus ook echt die drempel moet verlagen door heel duidelijk aan te geven, bijvoorbeeld zelf het voorbeeld te geven ook in een wekelijks of bijna een dagelijkse teamcall. Van goh, wat zijn er nog dingen die spelen? Hebben mensen nog vragen? Zijn er nog dingen die jullie opgevallen zijn? Dus dat je het ook heel expliciet benoemt. Dat daar ook echt aandacht voor is. En niemand moet schromen om daarover te bellen of tussendoor eens even een vraag over te stellen voordat je ergens op klikt. Ja, zo. Helder. Ja, helemaal goed. Even op mute nog. Want ik denk inderdaad dat die afstand die we nu hebben en het echt bewust benoemen, dat echt noodzakelijk is. Want op het moment dat je elkaar ziet, dan heb je soms aan een halve blik genoeg. Dat lukt niet. Hè? Die chemie hebben we natuurlijk niet van achter dat schermpje. Dus benoem het dan expliciet. Heel goed. En ook hè, wat je zegt, dat je dit, normaal op de werkvloer heb je misschien echt letterlijk je deuren openstaan. Dat is voor mensen nu minder zichtbaar. Dus dan zal je het zelf moeten benoemen. Mijn deur staat open. Benader me vooral. Ja. Ja. Die openheid, transparantie. En dat moet allemaal net een slag explicieter in het huidige. Zeker. Maar het is ook heel belangrijk om naar de toekomst te kijken. En dat gaat met ons Lars Kusnak doen. Die is onderdeel van de deal en growth praktijk van KPMG. Maar die gaat vooral kijken van, als wij straks uit deze crisis komen, hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Wat zouden we moeten doen? En ik geef graag het woord aan Lars, die ons daarin gaat meenemen. Lars, aan jou. Ja, dank je Bas. We zijn nu duidelijk in een nieuwe fase van de COVID-19-crisis gekomen, waarin de economie weer langzaam op gang wordt gebracht.
Ja, en dat is iets wat wij ook steeds meer merken bij onze klanten. Die na de eerste heftige weken van de crisis wat ruimte in hun hoofd krijgen om zich te gaan bezighouden met vragen is van ja, hoe kan ik zo sterk mogelijk uit deze crisis komen? En hoe kan ik me het beste voorbereiden en aanpassen eigenlijk aan die nieuwe normaal? Gezien de vele onzekerheden rondom de impact van COVID-19 op sectoren, zijn dit natuurlijk uitermate uitdagende vragen voor ondernemingen. Ja, een van de manieren waarop wij als KPMG zijn de onderneming hierbij proberen te helpen, is door hen te wijzen op de lessen die we uit eerdere economische crisissen kunnen trekken. Nou, bijvoorbeeld van onze laatste economische crisis, de kredietcrisis. Zo hebben wij vanuit KPMG de strategie geanalyseerd van meer dan 350 bedrijven en gekeken hoe zij deze strategie gehanteerd hebben tijdens die kredietcrisis. Ja, en die resultaten van dat onderzoek laten het interessant beeld zien. En ik wijs nu graag op slide 7. En dan als we dan inzoomen aan de linkerzijde van de slide, dan zien jullie de omzetontwikkeling over een periode van 15 jaar van een tweetal groepen ondernemingen van die 350. Ondernemingen met een korte termijn focus in een strategische planning en ondernemingen met een lange termijn oriëntatie in een strategische planning. Dit is gemeten onder andere door te kijken naar de mate waarin ondernemingen geïnvesteerd hebben in de toekomstige concurrentiepositie van de organisatie zoals investering in R&D. Als we dan verder inzoomen op de periode van de kredietcrisis, periode 2007-2009, dan zien we dat ondernemingen met een lange termijn strategische oriëntatie een gemiddelde omzetstijging lieten zien van 16% tijdens de economische crisis versus bijna geen groei voor bedrijven die slechts korte termijn georiënteerd waren. En ook na de crisis zien we bij de lange termijn georiënteerde bedrijven een omzetstijging die veel sneller toeneemt dan de bedrijven die slechts korte termijn georiënteerd waren. Aan de rechterzijde van de slide zien we eigenlijk een soortgelijk grafiek, maar dan met betrekking tot de winstontwikkeling. En ook hier dus, winstgevendheid tijdens en na de crisis is beter voor bedrijven die een lange termijn oriëntatie hanteren in de strategische planning versus slechts een korte termijn oriëntatie. Nou, resumerend, de toch wel opvallende conclusie die we kunnen trekken uit de vorige economische crisis en die van nut kunnen zijn in het COVID-19 tijdperk is de volgende. Dat ondanks de grote mate van onzekerheid en turbulentie in de markt, wat we nu zeker ervaren, is het verstandig om niet alleen in het hier en nu te blijven hangen door te richten op operationele efficiëntie, cash management en business continuïteit. Hoe ontzettend belangrijk dat uiteraard ook is. Maar het is ook belangrijk om te focussen op concurrentiepositie en verdiencapaciteit op langere termijn bij het maken van strategische en tactische beslissingen in het hier en nu. Het vinden van de juiste balans tussen beide in strategische planning lijkt dus van belang als we kijken naar deze onderzoeksresultaten. We denken dat deze resultaten ook in het COVID-19 tijdperk door een tweetal factoren van nut kunnen zijn voor ondernemingen. Ten eerste is dat als we kijken naar zeg maar, de economische cijfers die de afgelopen weken op ons zijn uitgestort, is dan laat 2020 natuurlijk een enorme economische neergang zien. Maar ook verwachten economen dat volgend jaar mogelijk economisch herstel weer optreedt. Nou, wat betekent dat voor ondernemingen zoals jullie? Is dat in de besluitvorming van vandaag niet alleen de situatie van dit jaar bekeken moet worden, maar ook het oog moet worden gehouden op het herstel volgend jaar mogelijk. Dus die balans tussen korte en lange termijn zien we ook in het COVID-19 tijdperk terug. En het tweede, de impact van COVID-19 denken we zal nog wel een tijdje voelbaar zijn en zal in bepaalde sectoren zelfs leiden tot structurele veranderingen. Als het gaat bijvoorbeeld om klantgedrag en structurering van productieketens. En het is ook niet ondenkbaar dat bepaalde macro-trends zich de komende periode verder zullen versnellen. Bijvoorbeeld de deglobalisering, digitalisering en het belang van duurzaamheid, bijvoorbeeld rondom klimaatverandering. Ja, met deze les uit de vorige economische crisis in ons achterhoofd is natuurlijk de vraag van ja, hoe kunnen ondernemingen zich zo goed mogelijk aanpassen aan de nieuwe realiteit en sterker uit de COVID-19 crisis voorkomen. Nou ja, op basis van onze klantervaring en die onderzoeksdata die ik u zojuist heb laten zien, hebben we een aantal praktische stappen gedefinieerd die ondernemingen mogelijk kunnen helpen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe fase van COVID-19. En die belangrijkste stappen die hebben we afgebeeld op slide 8, volgende slide. En die wil ik graag kort met u doornemen. De eerste stap die u kunt nemen
is het creëren van een team binnen uw organisatie die zich uitsluitend gaat bezighouden met de toekomstige concurrentiepositie en verdiencapaciteit van uw onderneming. Dit team kunt u vervolgens vragen om scenario's te bouwen langs diverse tijdslijnen. Hierbij raden we scenario's aan langs tijdlijnen als kwartaal, halfjaar, jaar en verder dan 2 jaar. Ja, en zoals aangegeven zal de impact van COVID-19 nog lang voelbaar zijn. En mogelijkheid tot structurele veranderingen. Nou, als we kijken bijvoorbeeld naar een aantal van jullie sectoren, dan spelen de vragen als van ja, gaat de vraag naar olie en oliegerelateerde producten op hetzelfde niveau komen als voor de pandemie? En ontstaat er onder andere door behoefte aan diversificatie van omzet, mogelijk meer focus op energietransitie en transitie naar een CO2-arme economie? Ja, dat zijn dermate structurele veranderingen in de markt. En scenario planning langs diverse tijdslijnen help je eigenlijk als onderneming om te gaan met die onzekerheden. Want de toekomst vertellen kan niemand. Maar grip krijgen door mogelijke scenario's in kaart te brengen kan van nut zijn bij het maken van strategische en tactische besluiten. Nou, dan gaan we naar stap 3. Voordat je aan de hand van de diverse strategische scenario's, strategische opties voor je onderneming kan bepalen, is het ook goed om goed je uitgangspositie als onderneming te bepalen. Van waar stond ik voordat de pandemie begon en hoe sta ik nu in die transitie naar een wereld die er na COVID toch iets anders uit gaat zien, zeker de komende jaren gezien de economische impact. Dit kun je doen door een inventarisatie uit te voeren van de projecten en zaken waaraan je als organisatie werkt en erover een aantal praktische vragen te stellen. Bijvoorbeeld, wat kosten deze projecten en zaken? Wat is de status ervan? Hoe zeker zijn de uitkomsten? Ja, misschien wel het meest belangrijke, in het licht van die scenario's, in welke mate dragen die projecten daadwerkelijk bij aan mijn versterking van mijn toekomstige concurrentiepositie en verdiencapaciteit? En onze ervaring is dat door een uitvoer van een dergelijke inventarisatie op je huidige portefeuille je een beter inzicht kan krijgen in je prioriteiten en waar je gericht in kan investeren qua kosten en kansen. Want dat is eigenlijk de laatste stap, hè, op basis van de scenario's zoals die geschetst zijn in stap 2 en de positie van je als onderneming in het hier en nu. Kun je wellicht beter je opties bepalen waarmee je voorbereidt op de volgende fase van COVID en het nieuwe normaal. Twee investeringen gebieden die in haven-gerelateerde sectoren met name wel eens interessant kunnen zijn, zijn investeringen in energietransitie en CO2-intensiteitsreductie van producten en bedrijfsprocessen en versnellen van digitalisering, onder andere vanwege veranderend klantgedrag en disrupties in supply chains. Nou, tot zover dus 4 praktische stappen die ondernemingen mogelijk kunnen gebruiken om zich aan te passen aan een nieuwe realiteit. Graag terug naar jou, Bas. Dank u wel. En ik kom ook bij jou nog weer even op de lijn. Wat ik merk bij ons is dat op dit moment er een paar vraagstukken spelen. Eén is het vraagstuk rondom voorraadvorming. Wat we gemerkt hebben in het havengebied en ook dat het zo efficiënt is. Maar dat we nu er tegenaan lopen dat voorraadvorming toch wel prettig zou zijn geweest om daarmee ook her en der wat op te kunnen vangen. Als eerste, lijkt jou dat naar de toekomst verstandig om daar veel meer in te investeren? En het tweede is liquiditeit. Ik bemerk ook dat meer liquiditeitsmogelijkheden ook wel heel erg belangrijk zijn om business continuity te garanderen. Hoe kijk je aan tegen zowel voorvorming als liquiditeit gericht op de toekomst? Ja, dat zijn inderdaad twee interessante gebieden. Kijk, wel wat ze de voorbeelden die je aanhaalt, wat ze beide gemeen hebben, is dat ze gericht zijn op efficiëntie. Dus bedrijven die sterk sturen op efficiëntie op korte termijn, die proberen natuurlijk hun liquiditeit te optimaliseren, niet te grote buffers aan te houden, niet te strak aan de wind te varen. En een voorraadvordering idem. Wat die onderzoeksresultaten laten zien, is dat eigenlijk veerkracht een begrip is wat meer en meer van belang wordt. Dus wat inhoudt is dat alleen op efficiëntie sturen, op korte termijn dus, wellicht in een wereld die steeds meer turbulentie kent, wellicht niet meer een strategie is die, tenminste als daar excessief focus op ligt, die de beste resultaten oplevert. Dus vandaar dat we eigenlijk zeggen van naast die focus op efficiëntie zou je ook
een blik op de langere termijn moeten hanteren. Om te kijken van ja, oké, in welke mate zijn voorraadvorming of liquiditeit, in welke mate dragen die bijvoorbeeld bij aan de langere termijn concurrentiepositie. En dan zou je zomaar kunnen besluiten om wat meer voorraad aan te leggen, omdat bijvoorbeeld bepaalde kwetsbaarheden in een supply chain blootgelegd kunnen worden. Dus het gaat om, met name denken we op basis van onze resultaten, dat die balans tussen kort en lange termijn denken tussen efficiëntie en veerkracht van belang zal worden in een wereld die zeker in COVID-tijdperk zeer onzeker is. Dankjewel. En ja, inderdaad, helder dat je het naast het actuele, hè, eigenlijk de overlevingsdrang, hè, de survival modus, ook vooral in de modus moet komen wat hierna. En probeer daar inderdaad ook als bedrijf scenario's op te ontwikkelen. En vooral naar die wat langere termijn kijken. Ik denk dat dat een heel waardevol advies van je is. Want ik heb wel eens in de gesprekken die ik nu actueel voer, het idee dat vele partijen in de haven, zeker in de wereld van logistieke ketens, ja, in een modus zitten van laat ik dit eerst maar eens overleven. En dan zien we verder wat de toekomst ons gaat brengen. En ja, ik denk dat het heel goed is dat je schetst, wees ook met dat laatste heel erg bezig. Want er gaat echt wel een moment komen dat we hieruit gaan komen. En als we de Nederlandse economie bekijken, kan het zomaar zijn dat we daar relativ snel weer in een hele gunstige modus gaan komen. Maar dan moeten we daar wel klaar voor zijn. Ja, zeker. Zeker, zeker. Dankjewel voor deze bij. En eigenlijk alle vier de sprekers, heel veel dank voor jullie bijdrage. We hebben volgens mij heel mooi binnen een uur een overzicht gekregen van een aantal zaken die actueel, maar ook naar de toekomst toe spelen. Actueel van hoe kan je je eigen organisatie wat meer weerstand geven en ook omgaan nu met het in belangrijke mate thuiswerken, zeker van niet-operationeel personeel en ook weer gekoppeld aan bestaande, maar ook naar de toekomst toe actueel zijnde, of naar de toekomst toe in te vullen dossiers op het gebied van cybersecurity. Ik denk dat wat door Pieter de Meijer toegelicht werd, heel belangrijk. Helene nam ons mee op het gebied van fraude en risico's. En daar toch ook weer een belangrijk onderdeel is het bewustzijn. En zorg dat je begrijpt wat er binnen organisaties gaande is. En als laatste een focus naar de toekomst toe. Niet alleen bij de actualiteit van het heden stilstaan, maar vooral ook bereid je voor op middellange en lange termijn voor de toekomst. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ik kijk gewoon naar de deelnemers. Zijn er nu nog vragen, dan zou ik zeggen, stel die. We hebben tegenwoordig, begreep ik sinds dit weekend, is er een soort release geweest van MS Teams. En er is zelfs een handje bijgekomen wat je op kan steken om een vraag te stellen. Hartstikke handig. Heb ik al een paar keer van gebruik gemaakt vandaag en gisteren. En wat we zeker zullen doen is de presentatie en dit webinar wat opgenomen is ter beschikking stellen. En wat wij merken ook bij andere webinars de keren hiervoor is dat het ook later nog door heel wat spelers uit onze achterban uitgeluisterd wordt. Dus, en er is een vraag. Zie ik dat goed? Rutger Wever. Rutger, stel je vraag. Kom van de mute. Ja, ik dacht ik probeer het van met een handje. Goedemiddag Rutger Wever, Chimera. Ik begin met mij te verontschuldigen, want ik heb door privéomstandigheden het meeste moeten missen. Maar ik, ten aanzien van het aanpassen aan de nieuwe realiteit. We hebben nou in de afgelopen 10, 15 jaar een paar hele forse zaken zien passeren. En ik denk met name even in de supply chain. Ook aan de tsunami in Azië. Daar zijn we toch aardig met onze neus op de feiten gedrukt. Dat we een heel stuk kwetsbaarder zijn in onze supply chains dan we dachten. En eigenlijk krijgen we nu een reminder. Maar het is nauwelijks een heel nieuw probleem te noemen. Waar ik een beetje bang voor ben, is dat we over 2 jaar toch weer naar de orde van de dag gaan. Omdat die voorraden aanhouden toch duur zijn. Wat zouden we nou kunnen doen om elkaar daar wat scherper in te houden? Dat is best een brede vraag, maar ik denk Lars dat ik bij jou wel terecht kan voor deze vraag. Nou, een eerste reactie zou zijn is dat inderdaad het zomaar zou kunnen zijn dat we na 2 jaar dit weer vergeten zijn.
De boodschap die ik zou willen meegeven is dat, en ik denk dat u dat heel goed doet door te wijzen naar onder andere die tsunami, is dat COVID-19, hoe uniek en hoe groot die ook is, dat dat onderdeel is van een toenemende turbulentie en disrupties in ketens en in sectoren. En dat zal de komende jaren alleen maar toenemen als we kijken naar onder andere de snelheid van digitalisering. Mm-hmm. Wat dat zou betekenen is dat, en dan nog het punt wat ik ook al in mijn presentatie gaf, een excessieve focus op winstgevendheid en efficiëntie, is daarmee wellicht een groot risico voor ondernemingen. Dus wat een van de maatregelen die ondernemingen zouden kunnen nemen is om te gaan kijken of we naast die winstgevendheid en efficiëntie sturen nog een aantal andere belangrijke KPI's gedefinieerd kunnen worden die ervoor zorgen dat een bedrijf iets meer in balans gaat kijken naar zijn performance. Dus niet alleen de lange termijn, of niet alleen de korte termijn, maar ook de lange termijn performance van een organisatie integraal in kaart kan brengen. In plaats van een excessieve focus op bijvoorbeeld één KPI als winstgevendheid. Denkt u dat we te veel, als ik even vervolg van vraag moet stellen, dat we te veel gefocust zijn op wat goed gaat en dit een te weinig dominante plek in onze corporate risk management geven? Daar zie ik de plaats hiervoor dan. Ja, kijk, ik denk persoonlijk dat je op een event als COVID-19 je eigenlijk niet voor kunnen bereiden. Wat je wel meer kan doen is in je risk management iets meer de nadruk leggen op die zaken die zeer onwaarschijnlijk zijn, maar als ze plaatsvinden, een enorme impact hebben. En als we kijken naar de risk management modellen die we zien, dan is dat misschien een aspect wat weer meer nadruk zou kunnen gaan krijgen. Omdat als het misgaat, ja, dan is de inspanning ook, of is de impact ook heel groot. Ja. Bedankt. Kijk, tot op zekere hoogte denk ik dat dit soort dingen zichzelf uitreguleert. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar Standard Oil onder leiding van Rockefeller, zeg een eeuw geleden. Rockefeller, die had toen te maken met waanzinnige prijsfluctuaties. En die besloot van, luister, ik wil gewoon geen gedoe daarmee. Dus die zorgde voor een fantastische kapitalisatie. En precies dat soort voorraden, Rutger, waar jij het over hebt, om dat aan te houden. Nou, omdat die prijsfluctuaties inderdaad toen zo heftig waren, ging menig bedrijf dat daar niet aan meedeed over de kop. En Rockefeller kocht die dingen voor 10 cents op de dollar. Mm. En bouwde Standard Oil, wat tegenwoordig nog steeds bestaat in de vorm van Exxon en Chevron, en allemaal eruit voortgekomen. Dus ik denk dat de partijen die daarop kunnen inspelen en zich in de markt kunnen laten gelden met een kracht daarvoor, dat in zekere zin vanzelf afdwingen. Maar dat hangt sterk af van de mate waarin de turbulentie blijft bestaan of waarin men gelooft dat die zal blijven bestaan. Dankjewel. Dank. Ik zie ook nog een vraag in de chat. En dat is een vraag van Erik Maranus. En ik denk dat hij die kan stellen aan Pieter. Namelijk, zijn er al voorbeelden van spoofing, storage spoofing in de Rotterdamse haven? Zijn die er al? Ik kan er over zelf ook wel iets over zeggen. Maar misschien Pieter, jij als eerste. Ja. Nou ja, helaas wel. Het is echt wel een actueel probleem. Ook wel een probleem van de laatste jaren. De coronasituatie verergert het wel absoluut. Wat ik al aangaf, ongewone communicatie in ongewone tijden. Verstoorde logistieke ketens. Ja, dan is het niet gek dat criminelen hun kans grijpen om te zien van, hey, ik bied opslagcapaciteit voor olie of olieproducten aan, omdat ze weten dat er genoeg bedrijven met de handen in het haar zitten en tonnen betalen aan tankers op zee. In dat kader misschien ook goed om te zeggen dat er een blacklist wordt bijgehouden van frauduleuze internetdomeinen. Die is te vinden op de site van Ferm en ook al via de Port of Rotterdam. Wat je als organisatie ook zelf zou kunnen doen, er zijn wel relatief eenvoudige tooltjes beschikbaar om zeg maar, het internet af te scannen. En dan zie je bijvoorbeeld, wij zijn KPMG, kpmg.nl is onze website. Als je dan zo'n tool gebruikt, dan zie je dat er bijvoorbeeld websites zijn die heten kpmmg.nl of kpgm.nl. Nou, dat kan al een indicatie zijn, zeker als je kan achterhalen dat zo'n website in Rusland of Roemenië, ik wil ze niet over één kam scheren, maar het is wel vaak in die regio. Als die daar gehost wordt, dan is de kans wel groot dat er mensen zijn die daar wellicht misbruik van willen maken. Nou, als je dat weet van je eigen organisatie, dan kan je actief relaties, leveranciers, klanten waarschuwen.
Het helpt natuurlijk niet om in de keten zeker te weten als je ergens een mailtje krijgt of een bericht krijgt, aanbieding, opslagcapaciteit met 20% korting, dat je dan zeker weet dat daar niet voorkomt. Maar dus een paar dingen. De blacklist op de site van Ferm en Port of Rotterdam. En eventueel zelf eens een keer onderzoek doen. Wat zie ik nou aan mijn domeinnaam of mijn bedrijfsnaam op internet verschijnen? Basje, heb jij nog... mijn aanvulling zou alleen maar zijn inderdaad in de wereld van de tankopslag. Dat is, wij voeren iedere week een operationeel overleg onder leiding van de directievoorzitter van het havenbedrijf over wat er op het gebied van corona gebeurt, hè, en hoe de ontwikkeling in de haven is. En daar kwam een paar weken terug ook dat storage spoofing, met name vanuit de tankopslagwereld. Nou, zoals iedereen leest en weet, zijn de tanks in Rotterdam overvol. En tot en met schepen inderdaad die op de reden liggen en leidingen die helemaal vol zitten, omdat er weinig afzet is. En dan zie je dus dat partijen, dat zijn pure fraudeurs, heel professioneel met logo's, et cetera, handtekeningen, vervalst eronder, aanbiedingen doen. En dat blijkt alleen maar gewoon pure diefstal te zijn. Nou, hele slechte zaak. En inderdaad, je hebt een goed beeld geschetst van wat je zou moeten doen daarin. En goed dat je inderdaad Ferm noemt, want dat is een initiatief waar we druk mee bezig zijn en ook aan het kijken zijn of we dat naar de toekomst toe een vervolg kunnen geven. Ik zie op mijn schermpje dat we al 2:02 zijn. We hebben het uur wat dat betreft mooi volgemaakt en ik wil heel graag de sprekers vanuit KPMG, Marnix Boomsma, Pieter de Meijer, Helene Hoijn van Papendrecht en Lars Koesnak bedanken. Wie ik ook heel graag wil bedanken is Wesley van der Munnik. Dat is ons contact bij KPMG. Wij werken altijd heel prettig samen en ik ben blij dat we dit hebben kunnen doen. In de laatste slide ziet u nog alle gegevens van de sprekers. We zullen alle presentaties en opgenomen webinar ook ter beschikking stellen aan jullie. Ik wens jullie allemaal een hele mooie dag nog. Nog één werkdag morgen en dan gaan we genieten even van de Hemelvaartsdag. Geniet van het mooie weer en blijf vooral allemaal gezond in deze barre tijden. Tot ziens. Tot ziens.